kinderen die uitvallen in het reguliere onderwijs, die komen bij ons op school. En eigenlijk door wat speciaal aanbod, gedifferentieerd aanbod, zorgen we er eigenlijk voor dat we aansluiten bij de kinderen en bij wat ze kunnen. Ik heb Kalo gedaan, Sportacademie, en zag een vacature staan hiervoor op school. Met wel meer dingen erbij, contact met fysiotherapeut, ergotherapeut, MRT er nog bij. Dus echt wel een veelzijdige baan. En dus ik was 12 jaar aan het werk en dan was het wel weer nodig om een stap verder te gaan. Die uitdaging voelde ik echt wel. En die heb ik nu denk ik gevonden in de masteropleiding. Wat ik zelf heel fijn vind is dat je wel echt al een paar jaar meedraait in de zaal hebt gestaan. Zodat je daar ook echt wel uit kunt putten. En zodat je dat vervolgens ook kunt gebruiken in je opleiding. Dat je ook weet hoe dingen werken op scholen. Dat je daar ook goed zicht op hebt. Mooi. En nu staan. Ja, dat is goeie. Talien. Nu blijf ik altijd in de zaal staan. Want dat vind ik wel echt het allerleukste om te doen. Maar wat kan daar eigenlijk nog meer in? Welke mogelijkheden zijn er nog meer om daar mee aan de slag te gaan? En hoe kun je jezelf nog weer verbeteren en daar echt wel verder in komen? Nou, tot nu toe is dat echt wel veel over mezelf te weten gekomen. Ook waar ik zelf voor sta, wat ik belangrijk vind in mijn lessen, wat ik belangrijk vind met de kinderen. En ook al wel steeds meer over hoe ze leren. Maar daarnaast ook dat er zo ontzettend veel onderzoek is gedaan naar bewegen, naar sport, naar het bewegingsonderwijs, waar ik eigenlijk helemaal geen weet van had. En nu door de masteropleiding is er echt wel een nieuwe wereld voor me opengegaan.